afgelopen dag is er inderdaad heel veel van doen met gestrande passagiers, zowel in Paramaribo als in Amsterdam, Suriname, Nederland. Vanwege de, zeker de humanitaire aard en als aandeelhouder hebben we ook eerder gezegd, we gaan niet staan toekijken. We zullen ervoor moeten zorgen dat de passagiers hun bestemming bereiken. En we zijn als regering, zeker in clusterteamverband, cluster van ministers, waaronder dus de minister van Financiën, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de minister van Bibus en ondergetekende, in nauw overleg met het crisisteam van SLM, de directie van SLM, en kijken naar opties. De aandeelhouder, wij zijn al heel dicht bij een oplossing en we werken nu, althans, we treffen alle maatregelen, treffen alle voorbereidingen dan, zodat SLM op zijn vroegst woensdag 20 weer kan herstarten, zodat de passagiers, waaronder de gestrande passagiers dus, weer vervoerd kunnen worden en dat ze hun bestemming kunnen bereiken alsnog. We betreuren het, maar we weten dus dat ook iedereen nu kijkt en vraagt naar wat doet de aandeelhouder. We kunnen niet blijven roepen wat we niet kan, dus wij hebben gekeken naar welke opties binnen welke termijn het meest haalbaar is. En we zitten dus al heel dicht bij een oplossing. En volgende week zal dus ook het team, clusterteam van minister, zullen wij ook weer bij elkaar komen. En zeker tegen het einde van volgende week zaken ook veel gedetailleerder gaan uitleggen aan de samenleving. Omdat ook de samenleving recht heeft op die informatie. Hoe verder? Dus dat zullen we allemaal mee de samenleving gaan informeren. Hoe precies. Voor de rest denk ik dat het heel belangrijk is. Dus dat de voorbereidingen die SLM zal treffen de komende dagen. Zodra zeker, de zekerheid er is. Want het heeft niet alleen met operationele voorbereidingen. Natuurlijk ook met de financiële consequentie die daarmee gepaard gaat. Dat wij de passagiers dus die zekerheid kunnen bieden, dat ze terug, dat ze hun stemming, bestemming zullen bereiken. En dat zal dus op zijn vroegste woensdag 20 moeten geschieden. Dat is waar wij naartoe werken, dat SLM dat weer, dat gedeelte alvast kan oppakken. SLM zal ook intern verder moeten gaan kijken hoe met alle zaken verder, openstaande zaken te dealen. En wij als aandeelhouder, ja, het vereist veel meer inzet natuurlijk vanuit de regering om dit parastataal bedrijf heel nauw te gaan monitoren. En uiteindelijk praat je over een hoogseizoen. Er is een veel traffic richting Suriname, Nederland. En ook wat zeker de roep is vanuit de samenleving, dat ze ook heel hoge prijzen moeten betalen voor andere carriers. Ja, dat is een kwestie van vraag en aanbod, maar ik meen dat vanwege de relatie die we hebben met Nederland, dat enige, ja, we hadden zeg maar gehoopt dat er enige onderstanding daarin zou zijn, maar ja, de markt bepaalt uiteindelijk en dat SLM in zo'n vervelende situatie terecht is gekomen, dat is ook al bekend. Maar nogmaals, wat belangrijk is, is dat de passagiers volgende week, dat de regering, de aandeelhouder er naartoe werkt, dat SLM in de gelegenheid wordt gesteld om vanaf 20 juli, dat ze weer die herstart of die operaties kunnen herstarten om passagiers te vervoeren. Vanuit de aandeelhouder, ja, het is betreurenswaardig, maar waar wij nu naar uitkijken is de oplossing. U hoeft zich niet in de steek gelaten te voelen. Wij werken er nu aan en de oplossing is al heel dichtbij. En zoals eerder aangehaald, dat u spoedig uw bestemming mag bereiken. Maar overige details zullen verder, hetzij via ondergetekende of via de clusterminister, het operationele zal dus via SLM geschieden. Maar de aandeelhouder, de regering, geef bij deze aan dus dat wij die verantwoordelijkheid hebben genomen dat u uw bestemming weer zult bereiken.